Breda Nu. Je weet het meteen. Meneer Van Beek, het nut en het doel van deze Dag van de Architectuur, kunt u me dat uitleggen? Ja, de Dag van de Architectuur staat dit jaar in het teken van het station. Daar staan we hier ook middenin, in het Blaspoint. En vanuit hier start onze fietsroute. Een fietsroute langs het spoor. Want eigenlijk, ja, niet alleen het station is nieuw, maar langs het hele spoor ontstaan allerlei nieuwe bouwprojecten. En we gaan vandaag kijken wat dat betekent voor de stad. Het betekent dus ook waar het oude bierfabriek heeft gestaan. Ja, dus bij de drie hoefijzers gaan we kijken, maar ook bij de Triple O kazerne. We gaan ook naar Stek, naar het haveneiland. Dus we fietsen eigenlijk de hele buurt door. Afgelopen donderdag hadden we een bijeenkomst in de MES over wat dit station nu eigenlijk op landelijke schaal betekent voor Breda. Vandaag gaan we dus fietsen en gaan we kijken wat betekent het nieuwe station voor de stad. Rondom het station worden op heel veel plaatsen weer gebouwd, dus ja, dat betekent gewoon heel veel. En in september, in het openingsweekend, gaan we eigenlijk echt naar het station zelf kijken. Dus dan komen de architecten van het gebouw, maar ook van de buren, hun verhaal vertellen. En gaan we echt een rondleiding door het gebouw doen, maar ook dan de metselaars spreken en de architecten. Dus dat beloven ook nog hele leuke dagen te worden. We hebben hier een hele mooie expositie van de Camera Obscura. Dat is een oud principe van een camera die eigenlijk de projectie op zijn kop zet. Ja, volgens mij is dit gebied afgelopen jaren ook behoorlijk op zijn kop gezet. En ik hoop dat we met een frisse blik dus naar dit gebied kunnen gaan kijken vandaag. En Marjan de Bier die mag deze dag eigenlijk even openen en inleiden. Het gaat over onze stad. Het gaat over alles wat wij de hele dag om ons heen zien, waar we door beïnvloed worden. En als je daarover nadenkt van hoe gebouwen, hoe landschap, hoe de inrichting bepalend is van hoe je je voelt in een stad, hoe je je daarin beweegt, of je daardoor uitgedaagd wordt, of dat je juist denkt van wat een rommeltje is het hier nou toch. Daar moet je constant over na blijven denken. En wij doen dat vooral rondom het thema ruimtelijke kwaliteit. Wij willen Breda een stad laten zijn waarin de ruimtelijke kwaliteit echt goed is. Officieel mocht ik dit openen, dus dat doe ik bij deze dan. De dag is geopend. Ik hoop oprecht dat u allen een hele prettige en hele interessante fietstocht heeft. Ik ga een stukje met u mee. Helaas heb ik ook nog een ander programma, dus ik ga niet alles zien. Maar ik denk dat we het eigenlijk allemaal wel een keer gezien hebben. Dat is het voordeel van wethouder zijn. Dankjewel voor de toelichting. Nou ja, zoals jullie gezien hebben, hangen hier eigenlijk een paar hele mooie posters. Als je tussendoor nog tijd heeft, zou ik zeker even een kijkje nemen. Maarten die liet net mij een hele mooie foto zien van de oudste foto ooit. Toch de oudste foto die nu gevonden is. De allereerste foto, en dat was een foto van een stadssilhouet. Dus dan zie je eigenlijk maar weer hoe die thema's weer mooi in elkaar grijpen. We hebben toen het idee gevat om samen met Breda Foto, Jan Schralak van Breda Foto is hier ook aanwezig, om een prijsvraag uit te schrijven die ook gekoppeld is aan Breda Foto. En we hebben toen het idee gevat om een camera obscura te laten ontwerpen. En zo'n grote camera obscura dat je ook echt in kan, dat het echt een object wordt in de stad. En dan wordt het echt een architectonisch object. En dan gaan we nu Maarten de prijs overhandigen. In ieder geval heel erg hartelijk gefeliciteerd. Ik ga hem jou alvast in ieder geval overhandigen. Want jij moet aan het werken, Maarten. In principe de basis is een aanhanger met een lens in de wand en een projectiepaneel. Op dit beeldvlak wat klei opgehangen en deze hamer graveert dat in de klei. En dat wordt dan later gedroogd en gebakken. Tot zover alle formaliteiten. We gaan de fietsen pakken. Ik denk dat we hier voor het fietspad verzamelen. En de eerste halte is de nieuwe Hoge Brug.